Breda Nu. Je weet het meteen. Geachte cursisten, wij hebben vanavond in ons midden Tom, blij dat hij weer beter is. Ja. En Ludo. En Ludo is een, die heb ik leren kennen vorig jaar als Tomprater in Dongen. Wel bekend daar zo. En Ludo die heeft vorig jaar ook zeg maar meegedaan met de cursus om, waar we vanavond ook gaan doen, om een stuk voor te dragen, zeg maar, te doen. Dan mogen wij vragen over stellen waarom dat die dingen doet. Oh ja? Oh, niet zeggen. Ja, dat is niet. En vervolgens zijn jullie aan de beurt. Gaan jullie allemaal een minuut of vijf de ton in. Degene die een stuk hebben geschreven. Gewoon om eens te ervaren hoe dat het is om in zo'n tonneke te staan. En voor een veilig publiek even je, een stuk van je voordracht te doen. Nou was er enigszins twijfel of ik het grootste sporttalent was. Want ze dachten dat het een polsdag hoogspringer was, maar dat bleek uiteindelijk een travestiet op nothakker te zijn. En hoe komt nou iemand als ik aan de titel grootste sporttalent van Midden-Brabant? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Als de andere sporttalenten 1,60 en 1,75 zijn en ik ben 1,90. Dan ben ik al gauw het grootste sporttalent van Midden-Brabant. En hoe ben ik aan die titel aangekomen? Want jullie ziet zelf ook wel, ik denk nou, niet echt de meest sportieve man van Midden-Brabant ben. Dat komt eigenlijk door ons vrouw. Ja, die van ons die zei op een gegeven moment tegen mij, Fredje Zeesse, met het oplopen van de jaren zijn bij jou de kilo's evenredig meegestegen. Ik zei, nou schatje, dat kan helemaal niet, want dan zou ik op het ogenblik 125 jaar oud moeten zijn. Ja. Maar goed. Mijn dokter had ook al gezegd dat mijn conditie nou niet echt was om over naar huis te twitteren. Dus ik denk, ik ga het toch maar eens weer doen. En dan ga ik rondkijken als man zender van, wat ga ik dan doen voor sport? Als ik als eerste was, ik ga kijken om te gaan zwemmen. Ja, dat is niks voor mij, hè, want ik gebruik zink zelf. Ja. Toen dacht ik, dan ga ik skiën, want dat is ook sportief. Maar ja, ik zit met bindingsangst. En toen kwam ik uiteindelijk hier in Breda langs de hockeyclub. De hockeyclub Breda. En ik zag ze daar allemaal sporten en ik denk bij mijn eigen, daar lusten ze naar de wedstrijd nog wel een glasje bier. Daar ga ik naar binnen. Enfin, ik ga daar naar binnen, in die ballenbak kom ik daar binnen. Moet ik mee gaan trainen met die man in het veld op. Wat denk je wat er gebeurt? Ik sta nog maar koud, 5 minuten op het veld, roept op een gegeven moment tegen men. Hé, hey, zei die, hé hey, kerel, zei die, druk een punt. Ik zeg, wat gaan we allemaal doen, jongen? Ja, zei die, laat het net vibreren. Hè? Ik zeg, dat doe ik er maar lekker recht met z'n tweeën zet, hè. Dus ik weg, dat ik denk, dat moet niet zijn, hè. Toen zit ik op een gegeven moment, kom ik thuis, zit bij ons in de keuken met een buurman binnen. En met een buurman, dat is verreweg de meest intelligente man van de buurt. Ja, die zit in de beleggingen, die werkt bij de Albert Heijn, de vleeswarenafdeling. En die zei tegen mij, hij zei, Fredje, zit die, waarom gaat er niet fietsen? Ik denk, fietsen? Dat is eigenlijk wel gemak, hè. Want dan rijdt altijd zo'n wagen achteraan, dat je niet meer kunt, dat je erin gaat zitten. Je wordt gewoon met de finish afgezet. Ja, dus ze weten toch nooit of dat je het gedaan hebt, Charlie. Ik denk, je weet de week, ga fietsen. Ik heb een fiets gekocht met zo'n strak pak, weet je dat, kende dat? Zo'n strak pak, met zo'n binnenmaand voor in. Kende dat? In mijn geval 2, één werd hoger ook. En ik fietsen en ik denk, och, dat gaat niet goed komen. Ik denk, weet je wat, ik ga naar een fietsclub toe. En dan wist ik dat er in Tilburg een fietsclub zat, ja, de Trappers. Fijn, ik ga daar naartoe. Ik zeg tegen die vent bij de stadion, ik zeg, ben ik hier bij de Trappers? Dan kijkt die men aan. En hij kijkt en hij zei, je bent hier wel bij de Trappers, zei hij. Maar met dat pak, kom jij hier de kleedkamer niet in, hè. Afijn, hij uitleggen wat aan de Trappers uiteindelijk was. Ik denk, laat me eigen niet kennen. Ik in de kleedkamer daarin, allemaal van die kleerkaarsen van mannen, hè. Louis de 14 en zo, die is stijl. Nou, ik er dan naar binnen, zo'n pak aan. Dat moeten wij even voorstellen. Hey, zo'n pak aan, dan krijg je zo'n tok aan. Weet je wat die fris, die tok? Weet je wat er fris? Nee. Dat is, is voor als je dan om dat been waar geen schot zo zit. Als ze daar tegenaan schieten, dat je dan niet als een soort bierzangerknaap over de hersen in schot zet. Enfin, ik heb die tok aan, ik heb heel dat spul aan. Deze moeten wij voorstellen. Hier zo'n spul. Dus ik heb de ass op. Met zo'n portje. En ik loop de ass op en mee bezaamd. Struikelijk en dan lig ik al op mijn snuffert. Daar had ik nog geen meter ass gezien, hè. Ik denk, wat is hier toch aan de hand? Dan zei die coach die zit tegen mij en hij zei, nou Fredje, zit je misschien kunnen beginnen, zit hij met de doos van de schotsen af te halen. Afijn,
Ik heb daar een beetje schotsen links en rechts. Er was door de hemel op geen enkele plek gestrooid, nergens. Maar goed, ik heb toch mijn best gedaan daar een drie kwartier tot een uur. Ik naar huis toe, mee helemaal nutrusting. Nou, ik zal het laten zien, hè, want ik jullie zien natuurlijk wel dat ik het modernste van het modernste heb gekregen. Dus ik naar huis en die van ons die zei, en zeesje schatje, hoe was het op de fietsclub? Ik denk, oh wacht even, dat is waar ook. Ik zeg, wij denken, de gele trui! Ja. Ja. Hi. Hoi. Hoi. Oh, ik ben Whitney. Ik moest me melden bij Ton. Voor een snuffelstage. Iemand ene Ton gezien? Maar één Ton. Nou ja, we wachten wel even. Ja, ik ben op snuffelstage. Ik zit op Markenhagen. Dat was zangles en zo, hoorde wel, hè. Ja, daar kennen wij gespecialiseerd in drama. Vond Spaans maar wel leuk. Daar scoor ik thuis in ieder geval een dikke 10. Ja, school, hè. Ik heb hartstikke druk met school, hè. Ja, school is ook wel het ergste wat er is, hè. Wie het daar verzonnen werd? Je zou nog denken dat er wat te doen is, hè. Het is altijd zo druk daar. Oh, wacht. Epke. Misschien Ton, hè. Ah, nee. Ene Ludo. Een of ander grapje. Het is nooit ziek en het leeft onder de grond. Paracetamol. Ja, leuk Ludo. Maar school, hè. Ik heb een mentor die zegt dat hij mij wel zal helpen als ik problemen heb met school. Maar als er geen school was, had ik ook geen problemen gehad. Nee. Leraren die helpen sowieso niet, hè. Die zeggen dat ze een toets verbeteren. Nou, die strepen gewoon dingen door. Ja, dat is niet verbeteren, hè. Ik heb nog nooit een toets teruggehaald dat ik dacht van, nou, dat is nou echt een stuk beter geworden. Nee. Ik had gezegd dat ik vanmiddag naar de molen was geweest. Bij ons op Traaien hebben we een molen, hè. Ik was naar de Mulder gegaan. Ik zeg, dat werkt 20 euro. Maar als ik nou een halve kilo meel koop, hè, voor 4,90 euro de kilo. En 12 eieren, hè, voor 7 cent per stuk. En ook nog 400 gram bloem voor, wat was het ook weer, 2 euro de kilo. Wat krijg ik dan terug? Dus hij uitrekenen, hè. 15,91 euro, meske. Zal ik het gelijk in een tasje doen? Nee, dat is niet nodig. Dat was mijn huiswerk vanmorgen. Ja. Ja, en vandaag had ik ook wiskunde, hè. En de juffrouw zei, Whitney, wat is 8 en 20 en 40? 8 is Veronica, Eurosport en volgens mij Omroep Brabant. Ik had het goed, hè? Maar oh, wacht. Dan heb ik een Ad. Naakstranden. Gaat er niks aan. Na school, hè. Dat is echt niks voor mij. Ik kan me eigenlijk ook nooit concentreren. Dus ons pap die had tegen de mentor gezegd, hè. Ons Whitney die kan er eigenlijk niet concentreren, hè. Is dat niet beter dat ze naar een concentratiekamp gaat? Nou. Ja, de. En dan zeggen ze dat ik op een pap like. Nou, ik like een pap echt nooit, hè. Echt niet. Nee. En jullie maar lachen hier zeker. Je weet niet hoe erg het thuis bij mij is, hè. Hoe zwaar dat ik het heb, hè. Ga ik jullie ook niet vertellen, trouwens. Nee. Mijn leven gaat niet over rozen, mensen. Het gaat over de dorens ervan. Maar ja, volgens pap en smam ligt het allemaal aan mij. Het ligt altijd aan mij. Nee, die weet niet. Nee, daar zien we toch wel mee af. Allemaal in die puberteit. De puberteit? Dat is wel de tijd dat ons pap en smam zijn gaan zeuren. Nee, ik wil thuis allemaal zelf opruimen en schoonmaken. Schurftekel aan schoonmaken. Ik wil zelf mijn kamer stofzuigen, hè. Mijn bed opmaken. En het ergste is, 3 maanden later kan ik het weer doen. Nee. Tja, ik heb een zwaar leven, mensen. Maar ja, dat weten jullie ook, hè. Je bent ook jong geweest, toch? Lang geleden, denk ik.
Dat is papa's man. Dat is pas lang geleden. Die zijn bijna bejaard. Die zijn al over de 40. Ja. Als man krijgt allemaal van die ouderdomskwaaltjes. Dan zit ze met haar telefoon. Iedere keer ben ik met een selfie-stick kwijt. Anders kan ze het niet zien. Nee. En bij ons man moet haar haren eens zien. Nou, heeft ze een nieuwe föhn. Dacht ze modern te zijn. Heeft ze een iPhone. Het ziet er niet uit. Ik zie al een paar bekenden. Gaat mooi pakje aan. Schoon pakje. Schoon pakje, hè? Ja, ik heb jou gezien, hè. Zeon Teuner, die nieuwe zaak. Hier in Breda. Ken ik hem niet? Nee. Moet ik het wat anders uitleggen? Container. Ah, oké. Maar goed, je ziet wat ik ben, vuilnisman. Ik kom jullie overal aan de deur en ik haal alles op wat jullie niet meer willen. Lijst dat ik nog Mark Rutte, die grote zak, maar die past niet in de wagen. Zo, ik ben geen fan. Ik zeg niet wat ik stem, meneer. Maar goed, ik ben zo'n scheidingsmakelaar. Ik scheid het afval zonder tegenspraak. Ik kom laatst bij een wethouder hier aan de deur in Breda. Ik ken zijn naam niet meer, want het is net een duiventilt hier zo. Hij zei tegen mijn stanneke, kunnen jij mij helpen met scheiden? Ik zeg, natuurlijk, dat kan ik. Op dat moment kwam zijn vrouw om de hoek. Ik kijk zijn vrouw aan, ik zeg, volgens mij moet jij iemand anders hebben. Maar goed, ik moet ook naar de zaak rijden, dus op mijn fietsjes morgens vroeg. Springt er in één keer zo'n woud voor me. Hij zegt stoppen. Dus ik stop. Ik zeg wat is er aan de hand? Hij zegt jouw licht doet het niet. Ik zeg ja en? Hij zegt ik zou maar eens gaan lopen. Ik zeg ja dat heb ik ook al geprobeerd. Maar dat doet je nog steeds niet. En wat denkt hij? Komen we dat dwaallicht weer tegen. Vraagt hij aan de chauffeur waar ik naast zit. Hij zegt, kunnen jij wat legitimeren? Ja, zegt de chauffeur, dat kan ik wel. Dus hij draait zo zijn binnenspiegel. Zo dat hij, die politieagent en hemzelf ziet. Hij zegt, kijk, die rechter, die ken ik. Maar degene die links staat, die komt me niet bekend voor. Maar goed, ook wij krijgen nieuwe collega's, want bij ons werden er ook mensen ontslagen. Hij staat niet stevig hier. Ik had een collega die had een granaatappel in zijn broodtrommel, die kon dus gaan. En sindsdien heb ik een nieuwe collega. Eén van de Sterrencafé in de Haalstraat hier in Breda. Een aardige pief. Maar we hebben een zichtbaar verschil. Hij valt voor mannen en mijn vrouw ook. Ik mocht hem gaan inwerken. Hij had geluk, we hadden die dag grof afval. Ik zit bij het storten, ik zeg zeker tegen hem, ik zeg doe ik zo. En als ik dat doe, moet ik hem in de stok brengen. Hij zegt, en als ik zo doe, dan moet jij die bezem brengen, want dan kan ik de rotzooi wegvegen. Ik zeg, en s'avonds, dan doe ik ze zo. En dan moet jij de bakse bier brengen. Op het einde van de dag, stokje, bezem ging allemaal perfect. Dus einde van de dag, ik doe zo naar hem. Niks hè. Ik nog een keer. Staat hij beneden, staat hij zo. Ik naar beneden. Ik zeg, waar is dat bier? Hij zegt, moet ik even zoeken, jongen. Ik zeg, waar is dat bier? Ik snap er niet van. Zegt hij tegen mij, wat wilde jij? Licht, donker, bokbier of palm?